Nou, we zijn 6 minuten onderweg, zie ik. Ja, zeker. We zijn van start en ik ben daar heel blij mee, ja. Van start, dat betekent meer dan 900 mensen, geloof ik, hè, dit jaar? Ja, 900 mensen en dit jaar zitten er ook kinderen bij voor het allereerst. Dus dat is heel leuk. En daar hebben we, geloof ik, nu 22 kinderen meegezwommen. Echt super stoer. Die zijn bij de L'Espérance daar verderop ingesprongen. Die hebben 350 meter gezwommen. Oh, alsnog een heel end. Ja, alsnog een heel end. Echt super stoer. Dus ja, daar zijn we heel blij mee en dat gaan we zeker... een editie voortzetten, want het is groot succes was dat. Dit is weer een mooi feestje, hè? Dit is weer dat je weet waarom je wethouder bent van deze prachtige stad. Nee, ja, prachtig plaatje, hè? De Rapenburg, heel mooi. 900 zwemmers voor het goede doel. Mooi weer, wat wil je nog meer? Ik zie nog geen zwemkleding. Nee, dat is waar. Ik ben altijd een beetje voorzichtig. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik hier ben. En de sfeer is hartstikke goed. Volgend jaar springt er wel in. Ja, geweldig. Zoveel studenten, maar natuurlijk de zwemmers met een dwarslesie. Echt bewonderingswaardig die voor het goede doel zwemmen. Geweldig. Ja, want het goede doel is mensen met een dwarslesie, maar die doen ook echt mee, hè? Ja, die doen mee en zwemmen voorop. En dit is echt, ik heb vorig jaar met ze meegezwommen. Geweldig, ja. Ja, want toen heb ik u nog bij het Van der Werfpark volgens mij eruit zien klauteren. Ja, ja, dit jaar helaas niet, maar zeker volgend jaar weer. Zeker, met veel plezier. Het gaat natuurlijk allemaal om de centen. Ja, ja, voor het goede doel. Voor mensen met een dwarslesie. Om hun leven te verbeteren. Ja. Jullie hadden een enorm bedrag op de website gezet als streefbedrag. Ja. 150.000 euro. Ja, en ik geloof dat we nu op de 140.000 euro zitten. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Maar we willen natuurlijk heel graag naar de 150.000 euro. Dus we hopen vandaag dat wel echt op te halen.